Kijk, Loosduinen heeft een adviescommissie, de commissie Loosduinen, van bewonersorganisaties en ondernemers in Loosduinen, die constructief meedenken met de gemeente Den Haag over alle beslissingen die genomen moeten worden. Kijk, en die commissie die is al een hele tijd bezig met de gemeente Den Haag aan diverse plannen. De ruimte die Den Haag nodig heeft voor de woningbouwopgave. Daar hebben ze voor gewerkt aan het masterplan Kijkduin, de verdichting in Vroomdaal. Ontwikkelingen in Ockenburg hebben ze allemaal constructief over meegedacht. En wat blijkt? Er blijken gewoon dus nu, buiten alle afspraken om, er nog 3 sportvelden in Loosduinen vergeven te zijn aan projectontwikkelaars. Ik vind dat vreemd. Vind ik niet zomaar kunnen, toch? Kijk, Loosduinen die levert echt wel een forse bijdrage aan de woningbouwopgaves die nodig zijn in Den Haag. Bedoel maar. Ja, en dat balletje kwam pas aan het rollen toen de sportvelden hierachter vergeven bleken te zijn aan de projectontwikkelaar voor woningbouw. En op dat terrein hebben we het gebouw van Winks onlangs nog uitgeroepen tot buurthuis van de toekomst. En waarom? Hier zijn heel veel activiteiten voor de buurt hier in Loosduinen. Waar moeten die naartoe? Maar ook deze sportvelden, midden in sportpark Madestein, wat voor voetbalvereniging Madestein wordt gebruikt, wat door GDA wordt gebruikt, door SV Loosduinen, als oefenveld, die clubs. Die barsten echt uit hun voegen. Die hebben extra velden nodig. Die zijn eigenlijk nu weggegeven als bouwgrond. Zonde. Hier rondom wordt er volop gebouwd. Ja, ik denk dan heb je juist recreatievelden nodig. En bovendien, hier vlak achter ligt dus dat clubhuis van SV Loosduinen. Nou, daar zijn natuurlijk wel soort feestjes, er zijn toernooien. En als het hier bebouwd gaat worden, dan heb je natuurlijk de poppen aan het dansen. En dat is exact de reden waarom SV Loosduinen en GDA ooit verhuisd zijn vanuit Loosduinen. GDA zat achter de kerk. Hè? Daar is nu een houtwijk is daar gebouwd. Die zijn hier verplaatst. Ja, en die hebben hier een schitterend sportpark. Hier rondom wordt er nu gebouwd. Ja, wordt steeds dichter eigenlijk. Zonde. Ja, weet je, stel dat die plannen doorgaan. Hè? Gek idee hoor. Dan wordt dit de uitgang van die wijk. Daarachter zijn een hoop sportverenigingen. Er zit nog een uitgang nog, van de camping. Dus het wordt hartstikke druk hier. En dan hebben we verderom natuurlijk nog de eeuwige parkeerproblemen hier in Sportpark Madestein, waar we ook al 25 jaar mee bezig zijn. Onbegrijpelijk. En als je met elkaar praat, dan word je er misschien allemaal wel wat beter van. Volgens mij heeft SV Loosduinen ook wel wat wensen. Zijn er nog meer sportverenigingen die hebben wensen? En praat met elkaar, dan kan je een heel mooi plan maken. En misschien ook wel woningbouw, maar dan moet je geen plan maken waar in beginsel niemand bij betrokken is. Vind ik hoor, vind ik misschien gek. Zo blijf je maar bezig hè, voor ons mooie Loosduinen.